Welkom allemaal bij de video en welkom allemaal op GTA 5 Geocaster. En we gaan weer een poging wagen. De laatste video was super tof en jullie vonden het ook leuk. Dus bij deze weer een nieuwe video. En mocht je dit zelf willen spelen, zal ik het link in de beschrijving. En onze eerste locatie hebben we al. En ik heb nog niet echt uitgebreid gekeken naar de afbeelding. Ik denk dat het hierboven ergens is. Dus we gaan kijken of we vandaag weer wat nice pogingen kunnen doen. En mijn score, mijn high score stond volgens mij op 1970. Dus ik wil eigenlijk in de 2000 zitten. Dat is mijn doel voor vandaag. Dus we gaan het zien. En de eerste die we hier hebben zit volgens mij hier al ergens. En het is een beetje lastig om te zien, maar ik denk dat het hier is. We zien een berg in de verte. Ja, dat is een goeie. We zien een berg in de verte met huizen. Dat zou dit kunnen zijn, deze berg. Maar dan kijk ik over deze huizen heen. Nou, twijfel ik. Ik denk wel dat het daar is. Ik ga ervoor. Het is hier, oh? Daar is het. Heb ik gelijk? Of course heb ik gelijk. 2 meter ernaast. Ik zag die pijl op de weg. Ik denk, weet je wat? Ik zet hem bij die pijl. Nice. Dat is een goed begin. Deze moet ook niet zo lastig zijn. En dat is omdat je die club hier hebt. En dat is hier al ergens. Volgens mij is dat daar? Is dit die club met dat steegje dan hier al? Zou op zich wel kunnen kloppen. Dan loopt het hier naar links. Wait. Oeh, het moet daar zijn. Je ziet daar die gele streep op de weg. Dat zijn die strepen. Ik denk dat het daar is. Letterlijk hier al. Ik wil nog niet klikken. Maar ik denk dat het... Weet je wat? Ah, nee. Ah. Sowieso. Daar. Met uitzicht hier. Boom. 1 meter ernaast. Dat is heel netjes. Deze kennen wij ook. Dat is hierboven die bergen. Kijk, dit is een weg die we heel vaak gereden hebben. Dat is volgens mij... Ik weet niet of het hier... In ieder geval deze regio. Dit hier ergens. Ik twijfel welk gebouw dat is. Ik denk dat het dat gebouw is. We zien daar gebouwen op de achtergrond. En dat zou op zich kloppen. Dat is dit. Zou het meer hier zijn? Dan is het daar. Dat zou op zich ook nog wel eens kunnen. Denk je niet? En dan dat ronde gebouw is dit gebouw. Dat hoog gebouw is dat gebouw. Dat lijkt op dat. Ik denk dat we goed zitten, boys. Ik denk dat we goed zitten. Misschien iets hoger daar al? Als ik nou gewoon elke locatie 1 of 2 meter vanaf zit, zou heel sick zijn. We gaan ervoor. Nee, ik zit op 10 meter. Oh, mijn god. Oké, ik zit in de juiste straat. Ik had niet verwacht dat het zoveel zou schelen. Come on, man. God damn it. Oké, wel. Daar ging mijn plan met de 1, 2 meter. Alsnog. Dit was een goede poging. Ik zat juist. Volgende. Motel. Kijk, dit motel kennen we... Jezus, die ogen, maat. What the fuck? Dit is ergens hier in de middle of nowhere. En dit moet ook niet zo'n hele moeilijke zijn. Want er is hier niet zo heel veel. Alleen... Even kijken. Is dat hier al? Ik weet niet precies waar dat motel staat. Je ziet daar die garage ernaast. Auto repair. Ik zou willen zeggen dat we hier ergens zijn. En het is volgens mij inderdaad hier. En we staan aan de andere kant van de weg. Ik weet niet of we daar staan. Het zou kunnen zijn dat we daar staan. We staan redelijk voor dat open gedeelte. Misschien daar? Ga ik ervoor? Het zou gênant zijn als ik helemaal verkeerd zit dat het hier ergens is. Maar volgens mij klopt dat wel. Eenmaal allemaal. Boom! 2 meter. Nou vind ik het nog extra jammer dat we net gefaald hebben. Ik moet nog 10 punten voor de 2000. Dat was mijn doel, dat we 2000 punten pakken. Dit is met de Vinewood letters op de achtergrond. En Mirror Park. Even kijken. Heb ik een idee? Ik heb een idee waar we ongeveer zitten. We zitten sowieso... Even kijken. We zitten hier ergens, volgens mij. In deze regio. Ik weet niet of dit dat park is. Dit is niet echt een park, dit is een meer. Dit is een park. Dan zouden we hier zitten. Is dit Mirror Park? Heet dat zo? Volgens mij zitten we ook ergens anders. Ik zit fout. Ik zit sowieso fout.
Ik twijfel of dit Mirror Park is. Ik denk dat we hier wel zitten. Dit zijn meer van die grotere huizen. Als je hier kan zien, dit zijn best wel grote huizen. En dan zou je de Vinewood letters op de achtergrond zien. Waar zijn die ergens? Waar zijn die Vinewood letters? Ben ik nou serieus blind? Ik kan die letters niet vinden. Zijn die niet hier? Volgens mij zijn, daar zijn ze. Daar zijn die Vinewood letters. Dus dan zou je daar... Dat zou nog niet zo gek zijn. We hebben hier een zijstraat. Dus dan is dat... Dit? Nou twijfel ik, jongen. Deze vind ik niet leuk. Ik denk dat we hier helemaal fout zitten, man. Kan ook zijn dat het hier is? Nee, want we hebben een park aan de linkerzijde. Hier zit geen park. Al heb ik heb nog steeds mijn twijfels dat dit het juiste park is. Maar als het ergens is, dan gok ik dat het daar is. En ga ik ervoor? Ik kan mijn hele score verpesten hier. Maar ik geloof niet dat hier zulke huizen staan. En dit zijn allemaal een beetje van die krothuizen. Al is dit meer een park? Ik ga ervoor. Boom! Oeh, we hebben een flink nice score. Volgens mij kun je maximaal 2500 punten krijgen. En het is wel logisch dat er hier dat bord staat. Dat is op zich niet zo heel gek. Ja, dit was een domme fout. Deze had ik niet hoeven maken. Dat is volgens mij ook helemaal geen straat. Wel, weet je wat? 24-24. Dat is mijn nieuwe all-time best. We kunnen proberen het nou nog een keer te verbreken. Dan geloof ik niet dat we echt nog beter gaan dan dit. Want dit was... Deze was nice. We gaan nog één ronde doen. Oeh, deze is niet zo moeilijk. Dat is hieronder bij... Even kijken. Dat is hier. En dan met uitzicht over die brug... Is dat deze? Wacht even, waar is die? Nou twijfel ik. Is dat niet hier? Daaronder? En dan hebben we uitzicht op deze brug. We zitten onder een brug. Ik wil deze niet falen. Zou gênant zijn. Oh, wacht. We hebben hier nog meer bruggen. Oh. Is het zo ver naar boven? Shit. Wacht, het kan ook helemaal hier zijn. Ik denk dat het hier is. We kunnen het zien trouwens. Die torens, zijn dat deze? Want hier heb je ze niet. Ja. Oké, dat zijn die dingen. Dan zitten we hier. En klopt dat? Dat zou nog wel eens kunnen kloppen, ja? Ik gok het erop. Boom! 11 meter ernaast. I will take it. Ik moet zeggen... Ik vind dat we meer punten moeten krijgen. Dit is letterlijk... Als je gewoon uitzoomt, is dit precies dezelfde plek. Als je maar ver genoeg uitzoomt. Next. Aan het water. Het is sowieso hier ergens. Ik weet niet precies waar dat ding staat. En... Ik zou haast willen zeggen dat het hier ergens is. Daar zie ik palmbomen in de verte. Ik zou haast willen zeggen dat die palmbomen hier zijn. Of zijn die palmbomen... Ik denk dat het uitsteeksel, dat het daar is. Dat we dan hier ergens staan. Deze is volgens mij een beetje een instinker. Want ik zou mijn god niet weten waar dat ding staat. Je zou zeggen dat het niet hier is. Maar dat daar, dat uitsteeksel. Ik zou willen zeggen dat het daar is. Want hier heb je nergens een uitsteeksel. Ik kan ook niet heel toevallig dat rode ding op de map zien, hè? Dat zou perfect zijn, maar die zie ik hier niet. Ja, hier ben ik niet zeker over. Hier heb ik geen idee. Ik denk dat dit hem is. Dat je dat uitsteeksel ziet. En dan die palmbomen hier. Het probleem zit hem in het perspectief. Want je kijkt in principe over het water heen. Maar rechts van je heb je land. Kijk, als je hier staat en je kijkt over het water heen. Dan zie je rechts niks. Dus je moet... Ja, het moet daar zijn. Oh, fuck. Het moet hier ergens zijn. Ik ga ervoor. Ik weet het niet. Boom! 7 meter? In dit geval... Hier ben ik trots op. Deze is epic. Ik twijfel heel erg omdat je naar die berg zag. En ik had het idee van die berg is veel te ver weg. Maar I will take it. Deze is ook niet moeilijk. Deze is makkelijk. Als ik deze nou fout doe, hè, dan word ik gek. En dat is ergens hier.
Dat is dat parkeerplaatsje. Dat is dat blokhuis daar. Nou wil ik eigenlijk wel precies weten waar ik moet staan. Dat is volgens mij daar. Maar als ik hier verkeerd zit, dan word ik gek. 5 meter. Ja, come on. Het is zo lastig om precies de juiste plek te vinden. De regio vind ik al goed zat. Dit is... Even... Het is best wel erg eigenlijk dat ik die map zo goed aan mijn hoofd ken. Dat is best wel erg, of niet? Ik denk dat dat hier is. Deze is wat lastiger, omdat je heel weinig kan zien. En dan is dat op de achtergrond. Zou dat kunnen kloppen? Of niet? Het kan ook juist... Volgens mij heb je hier die parkeergarage waar je in kan. Want dit is dat postbedrijf. Maar ja, Oh, wacht, daar zie je die ramp. Is dat... Waar staat die ramp? Want ik zou hem dan hier moeten zien staan, maar ik zie niks staan. Ik kan me herinneren dat hier een stuntjump was. Maar ik heb geen idee waar ik ga daarvoor. Ik dacht dat die vrachtauto veel dichterbij stond. Yikes. Dat is een yikes. Nogmaals, het is de juiste plek. Het is het juiste gebouw. Je ziet die vrachtwagen echt niet staan. Weet je wat? Dit is de ene laatste, niet de laatste. Ik weet wat dit is. Ik heb geen idee waar dit is. Kijk, de lastigste zijn hier in die bergen. Ik weet ook niet of ik die dingen kan zien op de map. Want dat zou op zich wel nice zijn. Dat ik dat kan zien. Want ik herken het wel. Maar ja, om te weten waar dat precies is, daar gaat het fout. Met het uitzicht op verschillende bergen. Misschien kan ik eerst even pinpointen welke bergen dat zijn. Je hebt daar die farm met die windmills. Die windmills die zijn... Ja, waar zijn die? Ik zou zweren dat die windmolens ergens aan de rechterzijde zouden zijn. Maar gezien het feit dat ik hier niks kan vinden... Begin ik toch wel even aan mezelf te twijfelen. Oké, laten we even die windmolens wegdenken. Wat hebben we nog meer? Is dat die prison? Oh! Daar heb je die satellieten. Die satellieten weet ik wel. Die staan hier. Dat zijn die satellites. Dan heb je daar de prison. Dan zitten we meer aan deze kant. Dan is het daar. Dat zijn die dingen. Dan staan we daarop. Is hem dat? Dat zou hem nog wel eens kunnen zijn. Het ziet eruit als dat spul. Die witte lijnen en zo. We staan er ergens tussenin. Daarom? Misschien iets lager. Misschien daarom? Ik denk dat dat klopt. Gaan we ervoor? Ik denk het wel. Ik durf niet te klikken, maar ik zou het anders niet weten. Dit is gewoon... boom. 8 meter. Eentje verder, blijkbaar. Had ik kunnen raden. Maar dat is een goeie. Dan hebben we er nou nog één. Dat was de laatste! Oh, ik dacht dat we nog eentje over hadden. Dit is minder punten dan ik voorheen had. Mijn highscore was 24-24. Al is dit nog steeds een hele goede poging. En mocht je dit nou zelf willen spelen, zou ik de link in de beschrijving zetten. Kan je het spelen, dus gratis even niet. En is wel leuk om te doen. Kan een beetje je GTA knowledge testen. En ja, mocht je meer willen zien, drop een like, abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe!